Voorzitter, dank u wel. Mensen in krimpregio's zoals Dokkum, Den Helder en Terneuzen hebben net zo goed recht op toegankelijke basiszorg als elders in Nederland. Ze betalen er net zoveel premie voor en verwachten daar dan ook zorg voor terug. Dit kabinet laat ze echter in de kou staan. Dit kabinet opent liever asielzoekerscentra en sluit ziekenhuizen. En de PVV-fractie vindt dit onvoorstelbaar en heeft daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging van mening dat ook voor inwoners van dunbevolkte gebieden de toegang en bereikbaarheid van basiszorg en spoedeisende hulp binnen de norm gegarandeerd moet zijn, verzoekt de regering een speciale regeling te treffen voor krimpgebieden om te voorkomen dat onrendabele ziekenhuizen moeten sluiten en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, wordt indien van deze motie voldoende mate ondersteund. Ik stel vast dat het geval is namelijk het onderuit van de beraadslagingen. Een vraag nog van de heer Rutte. Ja, voorzitter, een korte vraag. Mevrouw Klever beweert een heleboel. Maar ze beweert onder andere dat dit kabinet ziekenhuizen sluit. Dan zou ik graag een overzicht willen hebben van mevrouw Klever welke ziekenhuizen door dit kabinet zelf gesloten zijn. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis is in deze kabinetsperiode gesloten en het ziekenhuis in Dokkum staat op omvallen. En als de Kamer nu niet ingrijpt, dan wordt dat ziekenhuis gesloten. Even heel kort, hè? Het is zeker zo dat er wel eens een ziekenhuis dichtgaat, maar die worden toch niet door het kabinet gesloten? Die bewering is feitelijk onjuist. Voorzitter, het kabinet staat toe dat ze gesloten worden, terwijl er vanuit de Kamer een roep is en allerlei voorstellen worden gedaan om die ziekenhuizen open te houden. Doet het kabinet niks. Ze opent wel overal asielzoekerscentra in het land en mensen in Dokkum staan met lege handen, die hebben straks geen ziekenhuis meer. Dank u wel.